Ja jongens, het kan dus zijn dat we morgen dan opeens in een ander hotel zitten. Ja. Nee joh! Nee joh! Nee joh! Hij doet het gewoon! Dames en heren, jongens, wij zijn leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij zijn net wakker geworden en ik kreeg een berichtje. We kregen allebei... Hey, de deur zit open! We kregen net een berichtje van Rick en die zei, jongens, wakker worden, want er ligt fucking veel sneeuw. En kijk eens even. Holy shit, jongens. Er is dus net lijp veel sneeuw bijgevallen. Kijk eens even, je ziet op het dak, zie je hier, kijk, echt een heel ziek randje. Gisteren waren we om 11:30 thuis van de apres-ski. En toen we naar huis liepen, toen was het ook al aan het sneeuwen. Maar dit is echt heel ziek, jongens. Nou, dit is lekker zeg, hé. Hey. Ik wil een eigen kamer. Waarom? Dan kan ik gewoon wakker worden zonder vlog in mijn bek. Ja, dat is het nadeel, vandaar dat ik niet dagelijks vlog. Oh. Het enige kutte is, jongens, dat er hele slechte wifi is. Dus ik kan mijn bestanden dus niet naar de editor sturen. Ik wilde het eigenlijk gisteren nacht doen, maar het werkte allemaal niet. En kijk, nu doe ik het op mijn hotspot en dan staat dat het 2 uur duurt. Dus eigenlijk heb ik even de wifi-code nodig. Misschien werkt het dan wel. Maar goed, wij gaan even een broekje aantrekken en dan gaan we richting het ontbijt. Want als het goed is, is er een ontbijtje. Mannen, goedemorgen. Hey, Rick, stel je voor 5 seconden. 5 seconden. Rick, Van Ham. Eitje, koffie, klaar. Dat is... Nou, perfect. Dat is ja. Maar heet je Van de Ham? Hij wil Van de Ham. Ja. De vrouw van het hotel die was een beetje boos geworden. Ja. Omdat we waarschijnlijk te luidruchtig waren gisteravond. Maar we konden er niks aan doen. Het was sowieso Niek. Niek was te luid. We waren echt niet. Nee, maar sowieso. We kwamen binnen, we waren echt niet luidruchtig. Het punt was, Niek, jij was al 10 uur thuis. Dus het moment dat jij binnenkwam. Toen ben je al vanaf 10 uur dus super luid geweest. Ja, nee, ja. Ja, tot het moment dat, ja, dat, dat is het dus. Eigenlijk komt het dus gewoon door Niek. Maar goed, het is oké, Niek. Oké, jongens, goed nieuws. Ik heb de wifi gevraagd en het gaat nu beter. Alleen ik heb het gevoel dat hij een beetje stil staat. Vincent. Wil je mij nooit meer een filmpje van jouw kak sturen? Dan... Ja. Oh, jongens. Wij hebben de skikleding weer aan en het is tijd om de piste op te gaan. Want er is lekker veel gevallen. Oh, kijk eens even. Oh. Verse sneeuw, Rick. Hé, hey, het is winter wonderlandje. Wauw. Het is wel echt top, hoor. Oh, lekker ook weer. Ja, is het... Hoe voelt het? Ja, dat is gewoon water volgens mij, toch? Niet? Ja, hè? Ongeveer wel. Wat zeg jij? Oh jongens, dit is top. Boven op de berg is waarschijnlijk ook nog wel heel pak gevallen. Moet je kijken wat hier is gevallen. Ja, sneeuw hier. Hij ging proeven, kijk wat vers was. Is het vers? Is het vers, Rick? Het is vers. Hey, kunnen we... Nou, let's go. Holy shit. Dit is wel echt top. Dit is geweldig, op piste. Oh. Laat jij eens even jou omzien, Niek. Ik ben een snelheidstuifel. Abusie niet? Abusie. Weet je waar Rick gaat slapen vanavond? Rick is verliefd op de huisbaas. Ja, hij heeft wat goed te maken. Ja. Ze was echt boos vanochtend. Maar wij waren echt niet luidruchtig. We waren echt niet luidruchtig. En wij stonden als 2 kindjes bovenaan de trap zo. Haha, zei ik echt. Ja, ik liep zo naar die trap en opeens hoor ik zo. En wij zo. Ja, je moet je voorstellen, ik liep gewoon een beetje moeilijk naar beneden zo. Even eten, dacht ik. Opeens ik hoor zo. Wat is dat? Ik was zo, ik kreeg echt een rant van 5 minuten of zo. En toen pas mochten we ook weer terugzeggen. En toen hebben we het heel snel goed gemaakt met onze charme. Ja, nu is ze weer verliefd. Maar wat, ja. Rick die gaat een beetje ver. Hij heeft nog niet door dat het al... Nee, maar dat heeft hij wel door. Maar hij is gewoon verliefd. Ja? Volgens mij is Rick inderdaad gewoon verliefd. Je ziet het aan alles. Gewoon in te palmen voor dat we vanavond weer geluid gaan maken. Om nu alvast de schilder in te lossen voor morgenochtend. Ja jongens, het kan dus zijn dat we morgen dan opeens in een ander hotel zitten. Ja, die kans is wel, ja, die kans is wel aanwezig. Vinden we dat heel erg? Nou, ja, het zou wel kut zijn. Oh. Zit nu nog een ander hotel? Laten we maar gewoon even normaal doen, jongens. Maar goed, wij gaan even skipas halen. Ik zou eigenlijk misschien wel chill vinden, man. Echt, dat bed is zo fucked up. Ja, het bed is wel echt een beetje hard. Je voelt, ja, zeg maar een houten plaat in je rug. Niek, vind jij dit niet leuk voor op je helm? Ja. Maar eerst ga ik even als snelheidsduivel. Ja, morgen ben ik misschien iemand anders. Ja, daarom wil ik even dit. Morgen wil ik even als iemand anders. Kijk jongens, dit is zeg maar de chin-chin. En dit is de apres-ski van Gerlos. En dan kan je zeg maar na de chin-chin, dit gaat volgens mij tot 11. En dan gaat daar aan de overkant een soort van kelder. Partykeller. Ja, dat is ook van de chin-chin. Oh, het is ook van de chin-chin. Ja, het is de chin-chin partykeller.
En daar kan je tot 1. Daar ben je ook nog in. En hoe laat dit open? Tot 11. Maar we waren vroeg thuis. Waarom 11:30 thuis? Jij was iets eerder thuis. Nee, je kan hier zo'n krokodil halen. En dan kan je zo, weet je, waar je zeg maar gewoon je vinger zo op zijn tand moet leggen. Heb je het allemaal niet gefilmd dan? Nee, mijn telefoon was leeg. Mijn telefoon was leeg. Maar het enige kutte is, jongens, dat me... Auw, idioot. Ik viel een ijsspegel. Nee, dat zeg maar, de wifi is heel slecht bij ons in het huis. Dus zeg maar, mijn beelden willen maar niet versturen naar de editor. En dat is wel een beetje een probleem. Want het kan zijn dat er dus gewoon geen vlog online komt. Omdat, ja. Ja, maar als er geen vlog online komt, dan weten ze dit is ook niet. Nee, dan weten ze dit is ook niet. Nou, we zitten in de lift. Wat een gezelligheid. De sfeer zit er goed in. We zijn naar boven aan het gaan. Ik denk dat je echt dagelijks moet gaan vloggen, man. Ik denk dat echt iets voor jou. Waarom kijk je zo moeilijk? Dit is gewoon zo'n rustig gezicht. Oh. Ik vind jou er echt schattig uitzien of zo. Hoezo? Gast. Ga je ook nog op les? Ga je met een tong en zo? Jij zit te veel naar mij te kijken. Oh, maar van die dalafdaling. Ik ken het meteen. Die zijn altijd dronken op elkaar te wachten. Oh. Daar gaan we, jongens. Er ligt zo'n dikke laag ijs. Oh mijn god! Nee! Nee! Oh mijn god! Nee. Rick! Ah. Rick! De politie! Die schuif! Heel goed, Pik! Ja, maar het kon door die dikke sneeuw. Dit gaat supergoed. Het kon door die dikke sneeuw. Vers poeder. Ja. Je kan heel slecht bochten maken. Ik zie helemaal niks, hoor. Gast! Rick heeft zijn knieschijf gebroken. Dit begint fantastisch, jongens. Maar kijk, op de piste ligt zeg maar gewoon poeder. Paule sneeuw. Echt live. Rick, heb je het wel overleefd? Ik heb het overleefd. Ik heb 2 gebroken benen, maar we geven niet op. We gaan gewoon door. Boeien. Misschien een klein biertje erin straks, om even een beetje het verdriet weg te werken. Ja. Klein biertje. Cool, goed. Oh. Wat verdriet doe je dan? Het verdriet dat ik nu geen bier in mijn hand heb. Dat is een groot gemis. Oh, jongens, we hebben net de eerste afdaling gedaan. Het gaat lekker. Alleen zeg maar. Cynthia! Maar goed, zeg maar, op de piste ligt een soort van eigenlijk gewoon nog wat poeder en zo. Dus, het zijn allemaal heuveltjes en zo, dus best wel zwaar. Het is werken, mannen, vandaag. Het is werken. Hey, pas op, man. Hoi, we gaan even de piste op. Oh, het zicht is echt wel een stuk beter, jongens. En kijk, het is heel gaaf. Je hebt dus heel groot meer. Oh, die gaat ook hard. Woo! Het is echt top. Goede sneeuw, goed zicht. Alleen mijn bord is niet zo nice. Dus ik ga zo even, of morgen, even mijn bord wisselen. Oké, dan is hier dus een zieke glijbaan opeens. Harde schoenen, je kan beter achter mij. Vind ik lekker. Ga maar in je eentje, dat is beter, dat is veiliger. Nee, ja, maar dit is zo... Maar je komt er vol tegen iets aan, natuurlijk. Luister, dit kan letterlijk niet fout gaan. Nee, dit kan alleen maar goed gaan. Oh! En dan had ik prima. Ja, ik had helemaal verwacht dat het wat harder ging. Dus of de trap nemen, of je gaat met de glijbaan. Nou, leuke optie. Ga, met je camera. Maar dan gaat je broek wordt helemaal heet. Wow! Oh, ik ging harder, maat. Wow. Ja, je geeft verkeerd, Rick. Kijk eens even hoe lekker we hier zitten, jongens. Was er cola? Oh, was er cola, ja. En dat Ruben, ja. Was wel even nodig, jongens. We hebben die ice menu. Ice? Ice. Ice? Ice cubes? Nee. Wat wil je? Ice cubes.
And the menu. The menu. Is this food as well? Yeah. Je kijkt niet. And Julie. Je kijkt gewoon niet. I'm stupid. Nou jongens, proost. Geen biertje, maar wel... Oh, jij hebt er aan. Santé. Skol. Oké, let's go. Oh, zo je moet het stoppen met zo hard slaan. Ik heb geen helm op. Straks mag je ook slaan. Ik zei ook nog voordat we gingen skiën tegen Stefan. Niek is zo'n gast dat als je gaat stilzitten, dat hij dan sneeuw over je gaat sprayen. Vervolgens vol met de skis tegen je knieschijf aankomt. En wat gebeurt er? Die pijn. Ja, oh, op het moment dat ik echt pijn. Ah, jongen. Ik zeg je eerlijk, ik voel deze muziek wel. Nou jongens, daar gaan we weer. Oeh. Het chill is, het zonnetje komt bijna een beetje door. Dus dat is top. Kijk jongens, hier gingen we dus net doorheen. Door deze bospartij. Zo epic. Hier is een fragment. Nu moet ik hopen dat mijn editor terug heen gaat doen. Ik hoop het ook voor je, want is je op te slagen. En we kunnen die beelden zo ook even terugkijken. Dus dit ja, is, ja leuk, maar echt leuk. Ja. Hou op je mond. Ja, hoor. Doe niet zo negatief. Ik ben niet in beeld, dus ik vind het niet leuk. Jawel, je bent wel in beeld. Oh ja? Maar ja. Ik zat de hele tijd achter Steve. Behalve als ik dan als laatste aankwam. Kap even. Negativiteit. Ik zei dus net al, zeg maar, Niek is zo'n type die dan zeg maar net te laat remt, waardoor hij vol in de rest komt. Wow. Oh, ik ben wel links, zo gek. Dat is grappig, jongens. Door die bomen heen gaan is altijd fucking leuk. Oeh, tijd om te lunchen. We hebben een lunch verdiend. Ja. Zal ik nu mijn piemel aan de broek halen? Ja. Waarom? Dat kan je niet gebruiken. Hoezo niet? Dan kan je toch gewoon blurren? Wel standmateriaal. Fapvideo van Rick. Fapvideo van Rick. Weten jouw kijkers al wat Rick allemaal doet tegenwoordig? Wat dan? Slecht zeggen? Nee, niet hier zeggen. Want je hebt nu toch ook een korting, maar misschien is het handig om... Alleen voor privé. Ja, niet hier zeggen, niet hier zeggen. Jongens, ook OnlyFans. Maar houd wel een beetje discreet. Maar toch OnlyFans ook wel? Link staat hier. Link in link bio. Ja, nou, jongens. En dat we nu echt een linkje erin zetten. Ja. Eet smakelijk. Oh mijn god, ik ga vandaag echt niet drinken als ik studeren. Nee, ik voel me echt niet. Dat is zeg maar dat typische wat je zegt als je hebt zomaar brak bent en hebt gesopen. Ik ga nooit meer zuipen. Nee, ik ga vandaag echt rustig aan. Het zien we over 5 uur, dan weet je precies hoe ik nu ook ben. Dan met 20 bier of niet. We kunnen er weer tegenaan. Met een kip in onze maag. Hoi. We gaan nu gelijk door naar Seppies. En Seppies is hier de après-ski, zeg maar, op de piste. Dus dat is leuk. Oké, jongens, er is daar een jumpje. En ik ga een frontflip doen. Ik weet niet of dit slim is. Ik denk het wel. Maar we gaan het gewoon doen. Ik denk dus niet dat dit heel slim is. Maar goed, moet hij lekker zelf weten. Ik heb wel vertrouwen in Vince. Oké, wacht even. Wat? Dit? Nee joh! Hij doet het gewoon! Wat? Bro! Fucking ziek! Hé, dat was lijp, pauw! Ik ben net klaargekomen 2 keer! Ik 4 keer al! Echt? Hij ging eigenlijk best wel soepel! Ja! Eerlijk? Letterlijk, perfect! De stees was unreal! Jij laat het er zo makkelijk uitzien! De stees. Het was ook makkelijk! Nee, het was wel, hij ging wel goed inderdaad! Het voelde ook goed! Oeh! Zo, wow! Ik heb het vandaag gekocht! Ja, we moeten even. Ja? Oh, ga zitten! Doe je bord naar je kont! Wat doet ook bij zo'n steile heuvel eigenlijk? Ja. Ook niet even rustig begin of zo. Ik zag letterlijk jouw leven aan mij voorbij flitsen. Stefan heeft nu de GoPro op zijn hoofd, jongens. Ik ben Stefan. Ik ben Stefan met voorbeeld. Oké, we gaan daar links weer, onder die lift, hè.
Oh my god! Holy shit! We hebben een gekke rivier opeens. Oké, we gaan hier rechtdoor, denk ik, of niet? Ja, pas op, hier beneden! Ik hoop dat ze er overheen gaan. Hé, hey, lekker! Pas op hier beneden! Ja, mooi. Oh. Mooi. Oh, ja hoor. Kijk, er komt een snelheidsduivel, letterlijk. Uh-oh. Niek, wij zitten hier! Knieën eruit. Maar je moet gewoon niet in zijn pad zitten. Want hij skiet gewoon, weet je. Ik skiet gewoon rechtdoor. Oh. Finn, let's go. Gaan we achter Niek aan? Nee. Daarom juist. Daar. We zijn aangekomen bij de afvalski, jongens. Kijk, het is gewoon op de piste. Nou, wat leuk. Crazy last. Mag ik wat zeggen in de camera? Ja. Kijk, ik had dus, ik ben altijd super wit in de winter, weet je wel. Dus ik dacht, ik doe zelf bruiningscreme. Een keer proberen. Ik doe het zo op mijn gezicht, zo. Volgens, ik ben nog steeds net zo wit. Alleen dan zie ik daarna opeens dat alleen mijn snor dus wel oranje is geworden. Dus ik ben en wit en mijn snor is oranje. Is niet best. Maar het geeft niet. Yo, wie heeft er water besteld? Water? Ik drink hem nou op dan. Hey, hey. Volgens mij komt er nu een bier aan. Eentje, als deze op is, ga ik ook lekker naar beneden. Ik denk dat ik niet eens helemaal me opdrink en dat ik dan gewoon inderdaad, misschien even ergens een theetje. Ja, even een theetje liggen. Klein theetje, en dan is het ook mooi geweest. Dan gaan we gewoon lekker naar huis. Gewoon een vet shot, man. Hier ook met deze dan. Misschien is dit wel anders. Ja, dit is een ander shot. Film je nou mijn oranje snor? Ja. Zet hier maar neer! Hier is Sherry Baudet! Eén biertje! Sherry Baudet! Wie de fuck is Sherry Baudet? Eén biertje, Rick! Dit is de eerste! Eén! Dit is de eerste! Huh? We zijn hier pas net aangekomen. Oh, ah ja. Dit was ook de eerste. Goed, Jan Dory. Nou, mannen, proost! Oh! Ah! Je mag hier niet dansen. Lieverd. Je mag hier maar niet dansen. Maar was je de hele tijd? Je mag hier niet. Oh, kom maar. Nee, maar het is oké. Okay. What the fuck? Ja, maar het is echt oké. Okay. Dus dan kom je mij niet zoeken als ik er kwijt ben. Jij mag ook om mij. Wil je wat zeggen? Hallo. Geef even een bericht. Alles goed? Zijn we van de Oostenrijkse Hollander dan? Oh, je bent Duits? Nee, maar ik ben Nederlands. Oh. Doe hier of hier. Maar hij sprak wel. Het klonk wel vloeiend. En jongens, wij gaan weer lekker naar beneden. En dan gaan we even lekker naar huis, even omkleden. En dan vanavond weer even eten ergens, appen skiën. We wilden eigenlijk naar ons hotel skiën, maar we zijn verkeerd gegaan. We hadden zeg maar naar rechts moeten waar we naar links gingen. En nu staan we hier bij een plek waar we eigenlijk niet moeten zijn. Maar nu moeten we dus een bus pakken richting Gerdels weer, want we zijn te laag uitgekomen. Waar zijn we nu dan? We zijn nu armstuurbaar. Hier, deze, of hier. Nou, daar zijn we, ja. Ja, we moeten naar Gerdels. Ja, dus we pakken nu het busje. Oké. Kijk, Niek zei dat we rechtsaf moesten. Ja, Niek zei... Niek, je bent een loser. Door Niek zijn we gewoon verkeerd gereden. Nou, echt niet chill. Dan moeten we de bus pakken. Ah, joh. Een taxi nemen. Het maakt niet uit. We pakken gewoon lekker een busje. Ook prima. Sneller. Ook prima. Hij is lekker. 2 minuten rijden. We zijn weer terug in het appartement en ik heb me even omgekleed. De rest is er al vandoor, want ik moest nog even snel een thumbnail maken. Maar we gaan gezellig uit eten en daarna gaan we weer richting de Chin Chin, zeg maar de après-ski club, zeg maar hier in Gerlos. Dus hier komen de beelden op mijn telefoon. Oh jongens,
Ik had echt sneeuwschoenen moeten meenemen. Dit is echt niet slim. Ik heb serieus nog nooit sneeuwschoenen gehad. Ja, vroeger toen ik heel klein was. Maar voor de rest heb ik het nooit gebruikt. Ah, joh, weet je wat? Ik moet ook gewoon niet zo zeuren. Dit is gewoon prima. Dit is prima te doen. School! School! Ja. Zo, weet je wat ik... Wil jij mijn shrimpy? Doe nou even normaal. Wat een gek nummer. Ik mis Bram en Sean. Dames en heren, jongens en meisjes, ik lig weer lekker in mijn bed en ik ben eventjes mijn beelden aan het uitzoeken die ik naar de editor ga sturen. En ik zag heel veel reacties van jullie van, ja, hij edit veel te veel geluidjes en zo. Maar hij edit meestal zeg maar meer conceptvideo's en hij heeft niet heel veel vlogs geëdit. En normaal gesproken edit ik bijna niks qua effectjes of zo. Dus ik had al tegen hem gezegd, iets minder deze vlog, iets minder effectjes, minder geluidjes. Maar goed. Dames en heren, jongens en meisjes, Niek is er nog niet. Die is nog in de appelski. Maar ik ga lekker slapen. Dus dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doei doei.